Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Hij is wethouder, local burgemeester, een politieke rots in de branding en een baken in zee voor zijn eigen politieke partij Beter voor Dordt. Vandaag is mijn gast Piet Sleking. Dag Piet. Nou, we hebben op een schitterende dag afgesproken. Ja, het is, kan niet beter, hè? Kan niet beter. We zijn hier in de Vogelbuurt. Waarom spreken wij af in de Vogelbuurt? Ja, ik heb wel wat iets met dit buurtje. Ik heb een belangrijk deel van mijn jeugd hier gewoond. Ik ben hier naar school gegaan. En eerlijk gezegd trekt dit wijkje mij nog steeds. Ja? Ik heb hier vanuit mijn portefeuille niet... Meneer, je moet wel anderhalf meter afstand houden, hoor. Dat heb ik heel graag, ja. Ik heb hier vanuit mijn portefeuille niet heel veel bemoeienis mee, moet ik zeggen. Er is natuurlijk wel wat stadvernieuwing aan de gang, maar dat zit meer bij collega's. Maar ja, het is een beetje back to the roots eigenlijk. Van je zesde tot je dertiende ergens wonen. Ja. Dat bepaalt toch voor een deel ook wel je leven. Ik heb hier hele goede herinneringen aan. De wijk zag er natuurlijk anders uit. Ja, maar zullen we richting de straat gaan waar jij een deel van je jeugd hebt doorgebracht? Want je bent hier niet geboren, hè? Ik heb begrepen, je nee, bent ik in Oud-Crespijn. Nee, ik ben op Oud-Crespijn geboren, in de Kamphuizenstraat. Ja? En nooit uit Dordt weggegaan eigenlijk. En ik heb mijn ouders zijn nogal verhuisachtig geweest. Dus. Maar even kijken. Veel wijken gewoond. Snipstraat 16. Nou, dan gaan we er even naartoe. Ik zie het al, dat is de tweede portiek hier. Dat is één hoog. En wat doet het nou met je, zoals we nu hier staan? Want ik neem aan dat je hier niet dagelijks komt. Nou, het gekke is, ik fiets hier toch nog wel eens regelmatig doorheen. Ja? Dus waar het paard staat, daar heb jij gewoond? Ja, en bij dat balkonnetje, dat was onze slaapkamer. Ja? En die regenpijp die zit er ook nog steeds. Daar zijn we wel eens, of mijn oudere broer een keertje, naar beneden gegaan. Omdat mijn ouders ergens op visite waren bij mijn tante die daar op de hoek woonde. Ja? Ja, we waren een beetje angstig aangelegd, denk ik. Dus we dachten dat er... gerommel was in huis, dus we wilden even hulp gaan halen. Dus mijn oudste broer is toen langs dat regenpijpje naar beneden gegaan. Maar we zaten daar uiteindelijk met een gezin met 7 kinderen. 7? In een 4-kamerflatje. En ik denk niet dat er nu in dit hele gebouw nog een gezin met 7 kinderen woont. En dan zeker niet 1 hoog. We keken altijd een beetje met jaloerse blikken naar de mensen die beneden wonen. Want die hadden een voortuin, maar ook een leuke achtertuin. En dat waren voor een deel zelfs mensen zonder kinderen. Er zat ook nog familie van de cameraman trouwens, de familie Verstraten, die woonde daar. Die waren heel zuinig op hun tuintje. Dus als er dan een bal in de tuin kwam, dat vonden ze niet echt leuk. Ze kunnen ook niks hebben, die familie Verstraten, nee. Ja, en verder is dat wel een van de dingen die veranderd zijn. Want ik denk toch dat de mensen vroeger veel meer aandacht besteden aan... Hoe was het sociale aspect niet groter in die tijd? Onderling, qua buren... Nou ja, iedereen kende elkaar natuurlijk. Er woonde hier ook nog wat nodige familie van me. In de Billytonstraat, hier op de hoek van het flatgebouw wat nu gesloopt is. Maar ik kan me ook zo voorstellen, Piet, dat je ook met enige jaloezie keek naar die woningen. Daar woonden er toch wat meer begunstigde mensen. Nou, dat zijn ook boven- en benedenwoningen. Een van mijn tantes die woonde daar ook in de benedenwoning. Maar die had inderdaad ook een mooie tuin met 2 kinderen. En zeker in die beginjaren, want het was natuurlijk eind jaren 50, begin jaren 60. Stonden hier natuurlijk heel weinig auto's. Ik geloof dat een van de eerste mensen die hier een auto kregen, die woonde daar op de hoek. Dat was de familie Luiks. Met zo'n kevertje, waarmee ze ook voor het eerst op vakantie ging. Ik heb later nog wel eens een keer contact met hem gehad. Want die jongen die heeft een hele hoge baan ergens gekregen. Maar ja, weet je, als je kijkt naar de huidige woonwensen, wat mensen allemaal noteren en waar ze ook mee recht op te hebben. Ja. Dan denk ik, kijk even terug in de tijd. Want in die tijd, het was natuurlijk de periode na de oorlog. Is dat iets wat je in je achterhoofd hebt? Dat speelt bij mij wel heel sterk mee. Ja. Vormt je dat dan ook? Dat sociale aspect, denk ik. Ja. Ja, dat je dingen ook wel een beetje kunt relativeren. Ja, ik woon nu op Dubbeldam in een 2-onder-1-kap woning met een mooie tuin, dus heel bevoorrecht eigenlijk. Maar als ik dan in die tijd terugkijk hoe mijn ouders dat moesten rooien. We zijn korter op wel verhuisd naar Krabben of naar de veel grotere flat. Mm-hmm. Met 7 kinderen in zo'n klein huisje, dan kun je je wel voorstellen dat die kinderen niet veel binnen zaten.
Altijd, er was natuurlijk nog meer ruimte, de polders en daarachter waren nog onbebouwd. De Noordendijk heb jij het over? De Noordendijk, ja. Waar ik ook later naar school ging. Ja. Maar ook het Vogelplein was natuurlijk meer ruimte dan nu. Ja. Wacht, jij bent een ras-echte Dordtenaar. Ja. Dan kan ik me zo voorstellen dat die betrokkenheid bij de stad al op jonge leeftijd inzat. En dat je op een gegeven moment in 1994 ben je dan in de politiek gekomen. Mag ik je een vraag stellen? Nu is het algemeen zo dat een mens leert zichzelf kennen als hij bedreigd wordt of macht krijgt. In hoeverre heeft Piet Sleking zichzelf leren kennen? Ja, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Want je hebt macht gekregen. Ik heb natuurlijk wel een heel leven achter me. Ik vond op een gegeven moment wel dat Dordt een beetje bedreigd werd. Ja? Door al die gigantische bouwplannen in de polders. En ik weet nog dat ik met mijn... De Zuidpool hebben we het over, hè? Nou ja, daarvoor ook andere polders. Ja? Ik weet dat ik met mijn broer, mijn oudste broer, die helaas niet meer leeft, toen in het gebied van Sterrenburg 2 en 3 rondliep, waar ze toen ook volop aan het bouwen waren. En dat we toen met stenen een tekst maakten van stop de vooruitgang. Want ja, wij hadden ook een beetje dat gevoel van als alles maar wordt volgebouwd, dan blijft er voor de mensen ook weinig over. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje de basis ligt van mijn betrokkenheid ook bij het open landschap van Dordt. Een stukje verzet ook. Een stukje verzet, ja dat had ik op de basisschool eerlijk gezegd al. De Boermanschool die daar op het plein stond. Waar ik ook in klas 6 geloof ik wat mot kreeg met de onderwijzer. Over? Nou, we waren aan het oefenen voor een afscheid, denk ik, of voor toneelstukjes op de vrijdagmiddag. En er zaten wel een paar kinderen. De ene jongen was de zoon van een hoofdonderwijzer. En de andere was de dochter van een schoenhandel. En ik had altijd een beetje het idee dat die toch een bevoorrechte positie hadden in de klas. Ja, ja. En die mochten toen ook om te oefenen gebruik maken van een grotere ruimte. En wij werden naar een hokje verrezen. Dus dat heb ik hem op een gegeven moment wel tegen verzet. Van worden volgetrokken. Heeft zich dat ook niet een beetje zeg maar, naar de politiek toe vertaald? Ik zei net, je zat in 1994 ben je begonnen in de lokale politiek. Ja, eigenlijk eerder al. Hè. Ik ben natuurlijk eerst bij de PPR geweest in de jaren 70. Oké. Okay. Ja, maar lokaal heb ik het ook. Ja, lokaal was dat. Ja, maar echt de lokale partij waar je echt mee verbonden voelde. Dat klopt. Toen was natuurlijk de Partij van de Arbeid almachtig, hè? Ja. Dat waren de regenten. Daartegen heb jij natuurlijk hele onpolitieke taal gebezigd die hun niet welgevallig was. Nee, zeker niet. Vervolgens kom je dan in 2010, zijn we 16 jaar verder en opeens is daar Beter voor Dordt. De grootste die heeft partij. Een eclatante overwinning behaald. Ja. En jij hebt vaak in die periode dat de Partij van de Arbeid regeerde, heb jij een cold shoulder gehad hè, van ze. Er werd niet naar je geluisterd. Nee. Maar nou hoor ik van mensen die zeggen van ja, maar nou meneer Sleking zelf in het zadel zit, ja. Heeft hij zelf een cold shoulder die vaak in de rode richting staat. Oké, okay, ja. Misschien zit er wel een beetje een allergie bij mij, dat kan wel kloppen hoor. Omdat de tijd dat de PvdA hier zo dominant was, dat ook niet te doorbreken was. Ik heb ook wel eens overwogen om me gewoon aan te sluiten bij de PvdA. Ook naar de ledenvergadering geweest en zo, met wat mensen van school. Maar die barrière was zo groot, daar kwam je gewoon niet doorheen. Dan moest je misschien met 100 mensen tegelijk binnenkomen om daar een verandering in werk te stellen. En er zaten natuurlijk ook een paar bestuurders. Piet Jansen, met alle respect. Ik mocht nog spreken op zijn uitvaart. Maar er was natuurlijk wel een hele dominante figuur in Dordt waar niemand omheen kon en durfde, geloof ik. Ik moet zeggen, ik kan met Cor van Verk tegenwoordig goed overweg hoor. Ja? Ja, misschien zijn ze ook klein genoeg geworden nu, dat het nu wat makkelijker is. Dat ze wat nederiger zijn geworden. Ja, ze hebben zichzelf ook leren relativeren. Dat doe ik mezelf ook wel hoor. Wij zijn natuurlijk ook van 15 naar 14 en terug naar 8 gegaan. 8 gegaan, ja. Ik voel vooral verantwoordelijkheid voor de stad. Als je de grootste partij van Dordt wordt en je komt met 3 wethouders in een college, ja? Dan voel je echt heel sterk die verantwoordelijkheid, dat je het dan ook moet gaan maken. Ja. Je voelde minder de macht. En ik heb voor mezelf altijd het idee gehad dat we ook in dat college, hoewel wij met 15 zetels verder weg de grootste waren, toch een gelijkwaardige positie hadden. En dat we daar nooit misbruik hebben gemaakt van het aantal raadszetels. Ik kan me zo voorstellen. Dan krijg je opeens 15 zetels en dat moet jou toch ook helemaal overvallen hebben. We zagen het wel een beetje aankomen, ja, want we zaten natuurlijk heel goed in de peilingen.
We hoorden ook hoe we op het stadskantoor alleen al lagen bij de ambtelijke organisatie daar. Dan is er wel echt iets aan de hand qua beweging. Er zat natuurlijk een enorme stroming in de stad tegen de bebouwing van het polderlandschap. Met de hele stichting Buitenzorg, met Jaco van der Merwe en zijn club. Waar we elkaar heel goed hebben gevonden. Dus ja, er kwam een beweging op gang in de stad. Die was echt niet te stuiten. Maar op het moment dat je hoort dat je inderdaad zo groot geworden bent. Of vanaf dat moment ging bij mij wel meteen de knop om. Van je bent nu geen oppositie meer, maar je bent... Je moet de stad gaan besturen. Je moet de stad gaan besturen, ja. Dat voel je wel. Want als we daar nu zo over hebben... Denk je daar dan met enige weemoed aan terug, aan die periode? Nee. Nee? Ik denk er met hele warme gevoelens aan terug, dat ik dat mee heb mogen maken. Na 16 jaar in de raad, wat natuurlijk soms heel frustrerend en irritant was. En waar ik soms ook wel echt heel chagrijnig thuis kwam. Na confrontaties met onder andere Coxas en aan andere coryfeeën. Omdat je daar eigenlijk geen duimbreed... Die vreselijke regent van de Partij van de Arbeid. Ja. Nou ja, achteraf gezien kijk ik wel anders naar hem. Ja, toch? Moet ik zeggen. Ja, ik heb natuurlijk ook zijn ereburgerschap ondersteund. Omdat ik wel vind dat hij ook wel echt iets voor de stad heeft betekend. En hoop je dan, Piet, dat ze later ook zo op jou gaan terugblikken? Zo van die ja, Piet, die dat, heeft zelf... dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, ja. Ik vind zelf wel dat ik wel een dort iets in gang heb gezet. Daar is met name dus de zorg voor de overtrokken verstedelijking van de stad tot in het buitengebied aan toe. Dat is echt een belangrijk punt geweest en gebleven. Dus daar zetten we ons nog steeds voor in. Ja. Maar Beter voor Dordt had wel echt een andere cultuur met zichzelf. Piet, we lopen heel even verder. We gaan even die kant op. Want je had het net over dat verzet, hè? Dat niet alles maar zomaar vol bouwen. Nee. Maar nou is natuurlijk een nieuw prachtig project is er nu zeg maar in gang gebracht en dat heet de Stadswerven. Daar wil je ook nog even heel graag lopen. Ja. Ik stel voor dat we daar even naartoe lopen en dan heb ik nog enkele prangende vragen aan je. Zullen we doen? Zeker. Oké. Okay. Nou Piet, dan zijn we hier inmiddels gekomen op de Stadswerven. Je gaat me ongetwijfeld zo meteen vertellen waarom wij hier lopen. Ja. Maar ik zei net al, van, ik heb nog een aantal prangende vragen te stellen. Je bent nu sinds 2010 bestuurder. En ik geloof gelijk helemaal, hè, ik bedoel, ik hoorde het net in je verhaal, dat je het beste met de stad voor hebt. Daar twijfel ik niet aan. Maar soms ga je toch als zeg maar, lang bestuurder een beetje gaan geloven in je eigen onfeilbaarheid. Hè, en slaat toch ook een beetje de regentenkoorts toe met als belangrijkste bijverschijnsel staar in beide ogen. Herken je dat? Nou, het is altijd goed om te reflecteren op jezelf, maar ook om wat reflectie van anderen te krijgen. Je ziet natuurlijk ook dat we hier en daar terug zijn gekomen op plannen die we hadden. Een van de bekende is natuurlijk de Visbrug, hè, met de put van Piet. Het gat van Piet, zoals ja, dat ook noemen. Waarbij vanuit het college was er veel enthousiasme voor het plan, omdat het ook echt iets nieuws aan de stad zou bieden. En dan ga je eigenlijk te snel. Want wat blijkt is dat je toch voor dat soort bewegingen draagvlak in de stad moet hebben. En op een gegeven moment heb ik ook geconcludeerd dat het niet zo zinvol was om aan dode paarden te blijven trekken. Nee. Dus hebben we er ook de stekker uitgetrokken. Ja. Dat bedoelde ik ook met dat je gaat geloven in je eigen onfeilbaarheid. En dat je dan staar krijgt. Want dan kom je met zo'n plan. Je gelooft meer in een mooi plan, denk ik. Wat ook een meerwaarde kan hebben voor de stad. Maar is het ook niet zozeer omdat ik het bedacht. Want ik heb het helemaal niet bedacht natuurlijk. Hè? Wie dan wel? Het is een opdracht geweest aan een bureau. Van kom eens met een voorstel. Ja. Wat wij op deze plek zouden kunnen doen. Ja, dan rolt er zoiets uit. Volgens mij was het trouwens in de vorige periode, toen ik nog geen wethouder was, al een keer gepresenteerd. Maar het raakte bij mij ook wel iets, want ik vond het ook wel echt iets hebben. Achteraf ga je wel denken van ja, is het nou allemaal wel praktisch realiseerbaar geweest? Hè? Omdat daar mensen natuurlijk ook bezwaren tegen hadden. Mm-hmm. Dus we hadden dat in ieder geval anders moeten aanvliegen. Dat is wel een les die ik daar heb geleerd. Van ga eerst nou eens kijken hoe mensen daarop reageren. Zonder dat je meteen met je eigen enthousiasme naar buiten gaat. Hoor ik hier nou toch een beetje een nederige Piet Sleking? Ja, maar dat ben ik altijd, weet je toch. Ik sta altijd open voor goede ideeën van anderen ook.
Het is nou niet zo dat ik ja, maar denk van, ik ken je ook als iemand die wel af en toe denkt van potverdrie en toch zijn eigen zin wil doordrijven. Ja, maar er zijn natuurlijk wel dingen waar ik 16 jaar voor gestreden heb, waar ik niet voor niks een partij voor heb opgericht. En dat je ook graag dingen wil realiseren. Want je zei, je had het net over een one-issue partij. Maar we hebben ons natuurlijk ook ingezet om die huisjesmelkerij aan te pakken in de stad. Om de statusschool te behouden, om die grootschalige projecten af te schalen. Die toen allemaal op stapel stonden. Ik weet nog goed dat onder andere Jacqueline van Dongen, destijds nog in jouw partij zat, ja, daar ook zich sterk voor maakte, voor die huisjesmelkers. Nou ja, die is niet voor niks. Het heeft zich bij ons aangesloten. We hadden natuurlijk de aanpak van de funderingsproblematiek. Ja. Met Ad van Wensen en Leni Koelemeijer. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal in de politiek, zijn dat wel echt stevige namen. Zal ik nog eens eventjes doorbeduren op die namen? We hebben het over Jacqueline van Dongen. Dan waar ik ook gelijk aan denk, en dat zie ik nu niet een beetje meer bij jullie partij, is het gebrek aan bekende smoelen binnen jullie partij. Je had destijds Eline van der Vorm, ja. Martijn Groeneweg, je noemde net al Dick van Antwerpen. Dat waren toch bekende gezichten die ook mede jouw partij, zeg maar, een gezicht gaven, vorm, inhoud. Ja, en ik zie dat momenteel niet meer. Ja, daar heb je misschien wel een punt. Maar in die periode zijn er ook binnen de fractie wel echt grote problemen geweest. Er waren natuurlijk mensen met uitgesproken meningen. Die soms ook echt wel voorbij ons programma gingen. Die neigden naar bepaalde extreme standpunten. Waar je als lokale partij eigenlijk van weg moet blijven. Je strijdt voor lokale ontwikkeling, je zet je in voor een betere stad. En wat ze in Den Haag uitspoken met al die partijtjes die eerst groot waren en nu ook weer even snel verdwenen zijn, blijft daar gewoon een beetje van weg. Maar ziet, met zo'n lokale partij heb je een heel kleurrijk gezelschap. Er zitten mensen bij die stemmen landelijk SP of VVD, PVV. Dat maakt allemaal niet uit, zolang je maar met elkaar focust op het gezamenlijk belang. Nee, zolang jij zeg maar de kapitein op het schip kan blijven en niet wil hebben dat je matrozen gaan muiten. Ja. Jij mag het zo formuleren, zo heb ik het in ieder geval niet ervaren. En we waren het daar binnen de fractie ook met elkaar over eens, dat het zo niet door kon gaan. Nee, maar mis jij deze mensen? Want ze droegen toch bij aan, ja, natuurlijk, aan zeg maar de totstandkoming, ik kwam even niet uit mijn woorden, van jouw partij. Nou ja, je mist in de fractie wel mensen die zich wat meer uitgesproken laten in de commissies. Die stevig standpunt nemen, die ook anderen durven attackeren, maar ook scherp met standpunten komen. Dat is absoluut zo. Zo'n figuur als Martijn Groeneweg. Ja, het is jammer dat het zo gelopen is, want die had ook in de politiek nog wel een heel eind kunnen komen. En Eline van de Vorm? Eline natuurlijk ook. We hebben echt wel heel erg geprobeerd om die mensen binnenboord te houden. Maar op een gegeven moment vielen er gewoon geen afspraken met mee te maken. Maar of kwam het omdat jij niet te veel water bij de wijn wou doen? Nee, ik wilde niet in die rechtse hoek getrokken worden, sowieso niet. Okay. Want daar, nogmaals, dat moet je als lokale partij ook niet doen. Je moet mensen verbinden. Van links tot rechts. Maar maakt dat zeg maar de toekomst van jouw partijen? Want ik vind het toch, ja, ik zeg het met bewust jouw partij, ja. Want jij bent toch de architect van Beter voor Dordt. Maakt dat de toekomst voor jouw partij niet wankel? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. De lokale partijen die scoren landelijk ongeveer 30%. Ja. Dat zie ik eerlijk gezegd ook niet zo gauw veranderen. Nee? Je zal bij deze Tweede Kamerverkiezingen een verdere versplintering zien. Hè. Er komen weer nieuwe partijtjes bij. Ja. Ik sluit niet uit dat dat in de gemeenteraad volgend jaar ook weer gaat gebeuren. De Dierenpartij doet hier nog steeds niet mee. Nou, Forum denk ik, die zal wel afhaken, maar daar heb je ook nog iets als Denk bijvoorbeeld. Dus ik sluit niet uit dat er volgend jaar nog wel meer partijen ook aan de lokale verkiezingen gaan meedoen. Dus dat zorgt ook voor nog meer versplintering in de gemeenteraad, hè, waar je nu al natuurlijk vier partijen nodig hebt om tot de coalitie te komen. Ja. Wil ik even met jou naar het feit dat we hier staan, de stadswerven. Vertel daar eens wat over, Piet. Ja, kijk, ben je trots op dit gebied? Ja, ik ben heel trots op wat hier gerealiseerd is. Omdat toen wij in 2010 startten, toen was hier nog helemaal niks. Alleen de Biesboschhal die stond er nog. Die hebben we gelukkig kunnen redden van de sloop. Ja.
En verderop. Die, mijn cameraman brengt ja, even een beeld hier waar, verderop, zeg maar. Waar natuurlijk later dat die kunstenaars actief zijn geworden met Dockyard. Ja. Die staat nu in de verkoop, dus ja, ik hoop dat het een goede bestemming gaat krijgen. Het kwam heel moeizaam op gang, Stadswerven. En daarvoor hadden we al een hele historie, toen mijn voorgangers hier nog actief waren. Dus we hebben eerst van de Partij van de Arbeid. We hebben hier eerst een heleboel geld moeten afboeken. Nou ja, het kwam ook, het zat midden in de crisis, hè? Ja. Rond 2010 lag de hele woningmarkt op zijn kont. Dus we zijn aan de achterkant van dit complex begonnen met wat rijtjeswoningen, omdat we echt een start wilden maken om de pioniers hier binnen te halen. Hier hebben we mensen de gelegenheid gegeven om zelf een huis te laten ontwerpen en zelf een huis te bouwen. Ja, dat allegaatje waar ik tegenaan ziet, kijk. Je ziet de verscheidenheid aan bouwwerken die je ook een beetje in het Dordtse havengebied ziet. Want daar refereert het natuurlijk aan. Ja. Ja, de mensen lagen echt in de rij om hier een kavel te kunnen kopen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de drijvende woningen die aan deze kant in het Wadtij terechtgekomen zijn. Er was heel veel belangstelling voor. Drijvende woningen die waren er toen nog eigenlijk helemaal niet in Nederland. Wel woonarken, maar hier gaan ze echt met de tij mee. Hè? Ja. Dus 70 centimeter tot een meter verschil heb je hier. Dus dat was ook best nog wel weer gecompliceerd om die woningen hier gerealiseerd te krijgen. Maar je ziet wat er in deze omgeving nu heeft plaatsgevonden. Het is een heel dynamisch gebied. Waar bijvoorbeeld de bioscoop gerealiseerd is. Waar wij in de eerste periode natuurlijk ook extra inzet op hebben gepleegd. Want we wilden per se die bioscoop terug in Dordt. Dat weet ik, We hebben er twee gekregen en daarvoor hadden we niks. Dat jullie nog juichend in die bioscoop stonden op nou, de foto. Precies, en ik ben er nog steeds heel blij mee. Maar uiteindelijk moeten hier dus 1000 woningen worden gerealiseerd. Ja. De aanleg van de brug die is in volle gang. Prins Klausbrug, ja. Ik ben een keer in Zeeland geweest kijken waar de brugdelen worden gemaakt. En vorige week ben ik daar op de bouwplek geweest. Ja. Nou ja, als het goed is worden de brugdelen dit jaar ingevaren. En wordt na het zomerreces wordt de brug opgeleverd en in gebruik genomen. Nou, ja, dan sta je binnen 3-4 minuten. Sta je in het centrum van Dordt. Dan zal het wel niet meer zo rustig blijven in deze wijk. Want nu moet je hier nog bewust naartoe rijden. Ja, maar dit is alleen een brug voor voetgangers en fietsers. Hè? Er wordt geen verbinding voor auto's. Nee, maar dat is juist het mooie, want er ontstaat natuurlijk straks een heel nieuw rondje Dordt. Hier langs het Wadtij. Ik weet zeker dat over een jaar hier mensen allemaal rondjes gaan lopen door dit gebied. Ja. Het water trekt natuurlijk altijd. Altijd. Het is ook de dynamiek van dat gebied. Het is niet voor niks dat mensen hier zo graag willen wonen. Mm. En dat je ook ziet wat er in dit gebied gebeurt. Hè? Want je zei net, het zijn alleen maar huizen. Maar de aanloop naar de hele Stadswerven, dat heeft echt wel miljoenen gekost. Hè? Toen was hier nog niks gerealiseerd. Dat heeft de stad heel veel geld. Nou ben ik even zijn naam kwijt. In 2007 lag ik met hem in de clinch tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Hans Picht. Ja. Ja. Hij haalt toen in zijn portefeuille die Stadswerven. Dat klopt. En vervolgens vroeg ik aan hem van, de burgemeester heeft net in zijn nieuwjaarstoespraak heeft hij het gehad over de Stadswerven. Heeft hij daar ook zorgen over? En dat hij tegen mij zei van, dat ga ik jou helemaal niet vertellen. Ik zei, maar er is wel miljoenen over de balk gegooid. Hij zei, dat ga ik jou niet vertellen. Ik zei, dan moet je het niet tegen mij vertellen, maar dan moet je het misschien tegen de kijkers vertellen, wiens belastinggeld jij over die balk hebt gesmeten. Dus die aanloop naar die hele Stadswerven was door de Partij van de Arbeid dan niet zo handig gedaan. Ja. Want waar liep jij toen tegenaan, toen jij dit... Nou ja, tegen een enorm verlies natuurlijk, wat de gemeente toen ook heeft genomen. We hebben heel veel moeten afboeken op de Stadswerven. Dat maak je eigenlijk nooit meer goed. Het geld dat toen in is gaan zitten. Maar we vonden nog wel steeds dat dit een hele mooie locatie was om te gaan ontwikkelen. Kijk, wat na ons verzet tegen het bouwen in de polders, zie je eigenlijk ook landelijk dat daar veel meer steun voor gekomen is om te komen tot binnenstedelijke ontwikkeling. En het open landschap zo lang mogelijk en zoveel mogelijk met rust te laten. Het is niet voor niks dat we nu een hele grote woningbouwambitie hebben. Maar wel binnenstedelijk, langs die spoorzone. En hier. Ja, en wie wil hier nou niet wonen in zo'n gebied? Ja, en die Zuidpolder, Piet, waar het destijds allemaal mee begon. Die eclatante overwinning. Blijft dat echt in de toekomst onbebouwd? Of dreigt daar toch een verandering? Wat denk jij? Weet je altijd, weet je nooit. Ik ben blij dat we het in ieder geval straks 12 jaar tegen hebben kunnen houden. Mm-hmm. Maar ik zie nog wel steeds dat speculanten belangstelling hebben voor dat gebied. Toch nog steeds? Er worden nog steeds stukjes grond aangekocht. Voor een deel hele kleine stukjes. Dus allemaal speculatief bedoeld.
Dus ik hoop ook dat de gemeentebesturen in de toekomst hun rug recht houden en dat de bevolking zich blijft inzetten voor het behoud van het open polderlandschap. Want het is echt een kernkwaliteit van Dordt. Ja. Als je ook dat gaat bebouwen, mensen, als je als stad wat meer gaat groeien, dan hebben mensen ook behoefte aan ruimte en rust. Dat heb je hier langs het water natuurlijk, ervaar je die openheid, maar die ervaar je ook in de polder. En dat is één van de twee grote kernkwaliteiten van Dordt. Het oude havenkwartier, die historie met het polderlandschap. Maar zou het zo kunnen zijn als in de toekomst, zeg maar, beter voor Dordt, als jij straks weg bent, daar kom ik zo meteen op terug, gedecimeerd wordt en ze houden nog 3-4 zetels over, dat die Zuidpolder wel weer in de belangstelling komt. Om daar te gaan bouwen. Want jullie invloed wordt dan steeds kleiner. Ik zie bij andere partijen ook wel dat ze daar hun vingers niet al te snel aan willen branden. Nee. Ze zien ook wel hoe het bij de bevolking leeft. En dat er weer een enorme weerstand op gang kan komen als ze met dat soort plannen komen. Ze hebben het ook niet meer in hun programma's staan. Nee. Dus daar ben ik voor de kortere termijn niet zo bang voor. Ja, en wat er in de toekomst gaat gebeuren, je weet het niet. Wat gaat er met de Nederlandse bevolking gebeuren? We zitten nu meer in een krimp dan dat we groeien. Ja. Wij hadden ook gerekend dat we dit jaar al op 120.000 inwoners zouden komen. We zijn vorig jaar hebben we wel 600-700 woningen gebouwd. Maar de omvang van de bevolking, precies, die is niet gegroeid. Nee. Piet, nou, wij spreken elkaar niet zo vaak. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het tot nu toe vind ik het een heel openhartig interview. En daar wil ik even op ingaan, want ik hoorde net toen wij in de vogelbuurt liepen, en we hadden het even over het verleden en over die tijd van de regententijd van de Partij van de Arbeid, proefde ik een bepaalde emotie in jouw stem. Waarbij ik dacht van, oh, nou moet Piet oppassen met wat hij gaat zeggen, want daar zit nog een heleboel oud zeer, wat jou nog steeds raakt. Oudseren zijn gewoon, dat zijn vooral ook privéverliezen die we hebben geleden. Ja. Die verstop je af en toe wel een beetje, omdat je er ook niet altijd mee geconfronteerd wil worden. Maar weet je, daar heeft ieder mens natuurlijk mee te maken. Je verliest je grootouders, je verliest je ouders. Ik heb dan ook nog twee broers verloren, een schoonzus verloren, onder akelige omstandigheden allemaal. Ja. En ik moet er gewoon ook een beetje voor mezelf mee oppassen. Ondanks het feit dat het al lang geleden is, merk ik voor mezelf wel dat gewoon een gevoelig punt altijd zal blijven. Sommige dingen verjaren ook niet, hè? Nee, dat is een wond, die blijft altijd pijn doen. Ja, precies. Zo is het. Ja. Want Piet, laten we nou eens vooruitblikken. Vorig jaar, toen in april, toen kwam je in het nieuws door te zeggen van, weet je, ik ga nog geen afscheid nemen van de politiek. Ik blijf aan als wethouder. Ja. Ik vind het momenteel niet verstandig dat ik zeg maar mijn taken overdraag aan een opvolger. Nee. We zijn nu een jaar verder. De crisis duurt voort, want jij gaf toen aan, nou ja, de crisis, in tijden van crisis moet je het niet doen. Nou, deze crisis kan nog wel eens een aantal jaren voortduren. Ja. Heb jij daar inmiddels een ander licht over laten schijnen, over jouw politieke toekomst? Nou, ik heb in ieder geval geen spijt van het besluit dat ik toen genomen heb om in ieder geval op dat moment nog geen afscheid te nemen. Nee? Ik zie nu mensen die nieuw in de organisatie komen, hoe moeilijk het is om mensen in te werken, om dingen op een goede manier over te dragen. Ik had natuurlijk gehoopt dat het eerst richting december, dat de wereld weer een beetje normaal zou zijn, dat een goed moment zou zijn om zelf te stoppen en te over te dragen. En zo verschuift eigenlijk je eigen grens ook elke keer weer met de maand. En ben ik weer benieuwd wat Rutte gaat zeggen, hoe ver we zijn. Komt er dan een moment aan, want dat is nog wel steeds mijn ambitie, om deze periode niet af te maken. Maar los van wat Rutte gaat zeggen, kun jij toch ook je eigen koers bepalen? Die laat je toch niet bepalen door Rutte? Nee, maar dat is ook wel zo. Maar we zitten natuurlijk nog steeds in hele akelige omstandigheden. Ik heb echt een hele zware portefeuille. Die natuurlijk ook zo vastgelegd is in het coalitieakkoord, in relatie tot de ambitie die we met elkaar hebben. Ja. We hebben nog de discussie omtrent de inzet van de Eneco-middelen. Die miljoenen? Die miljoenen. We krijgen nog belangrijke besluitvorming daaromtrent. Dus ook dat is voor mij wel weer een moment om die afweging te gaan maken. Ja, maar dan heb je iedere keer wel een ik ga nu niet zeggen van, joh Piet, ruim het veld en ga weg. Nee, ik snap het. Maar ik bedoel, zo heb je iedere keer weer ik moet eerlijk zeggen, waardoor je aanblijft. Het is voor mij ook echt een worsteling. Waarbij ik denk van,
moet ik mijn afscheid gewoon niet gaan aankondigen. Dan maar kijken waar het schip strandt of iemand zo goed mogelijk in. Of is het zo dat jij binnen jouw eigen partij niemand nog, zeg maar, rijp acht om dat stokje over te nemen? Nee, dat is zeker niet zo. En als er niemand binnen mijn partij is, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om mensen van buiten af te trekken. Hè? Want ik vind bijvoorbeeld als verrassing, mijn oude jeugdvriend Marco Stam, een hele verrassing. Dat ik dacht van, ik weet nog goed dat ik hem eens een keer tegenkwam in de stad. Dat was voordat bekend werd dat hij wethouder zou worden. Dat hij zei, Ad, wacht maar af. En ik dacht, oké. Maar ik had niet verwacht dat hij dan wethouder zou worden. En bijvoorbeeld David Schalke, hè, jouw trouwe compaan. Ja. Een van de oude gezichten die jou trouw is gebleven. Ik zie hem jou ook niet opvolgen. Nou ja, laat ik er heel eerlijk in zijn. En volgens mij heeft hij ook die ambitie niet. Hij heeft in ieder geval tot nu toe de ambitie niet uitgesproken om wethouder te worden. Hè? Ook tijdens de vorige formatie niet. Maar we hebben een van de vorige perioden ook naar mensen van buiten gekeken. Want je hoeft het niet alleen maar in je eigen frasje te zoeken. Zo is ook Rinette Rijnvaan bij ons terechtgekomen. Ook vanuit eigenlijk een spontane ontmoeting, waarbij we eigenlijk meteen een klik hadden. En ook gezien haar inzet en betrokkenheid. Ja, zij is echt een van de betere wethouders van de afgelopen 10, 15 jaar geweest, vind ik zelf. Een enorme charme heeft ze over zich. En hoe klein ze ook is, ze stond wel ergens voor. Ja. En ze wist wel haar doel te bereiken. Dus jij hoopt eigenlijk ook weer op een spontane ontmoeting met iemand met dezelfde impact. Nou, weet je, als dat besluit genomen is. We waren natuurlijk vorig jaar gestart met de procedure om die opvolging te gaan regelen. Ja. Daar hadden we ook iemand voor aangetrokken om dat te gaan begeleiden. Dat hebben we toen on hold gezet. Maar dan zullen we zowel intern als extern mensen actief benaderen. Om te kijken of daar belangstelling is om die post over te nemen. En ja, nogmaals. Het is een zware klus en ik moet wel eerlijk zeggen, naarmate deze periode vordert, blijft er natuurlijk minder tijd over voor zo iemand om zich ook te profileren, om zich waar te maken. Piet, ik heb een slotvraag aan het eind van ons gesprek. Ik zei al, hè, je bent sinds 2010 bestuur jij de stad. We hadden het net even over van, je bent een lang bestuurder, dat kan zijn negatieve kant hebben. Dat gat van Piet werd er gezegd van, ja, maar dat is een beetje, Piet is op zoek naar een soort legacy als hij straks er niet meer is. Dat mensen altijd zeggen van, als die dat gat van Piet zien, oh ja, dat was Piet Sleking. Wat wordt jouw nalatenschap? En ik altijd die, ja, wat wordt jouw nalatenschap? Wil iedereen? Ja, weet je, ik hoop dat mensen zich toch realiseren hoe belangrijk het is geweest dat verzet tegen de bebouwing van die polders succesvol is geweest. En dat het uiteindelijk door iedereen is omarmd. Dat we bepaalde projecten op een hele goede manier van de grond hebben gekregen. Dat hier straks een prachtige wijk wordt gerealiseerd met een mooie nieuwe verbinding, de Prins Klausbrug. Ja, ja. En er zullen ongetwijfeld ook in de toekomst dingen zijn waarvan mensen zeggen van, nou, dat heeft hij nou echt verkeerd aangepakt. Maar wat mij zelf betreft voel ik me nog steeds bevoorrecht dat ik dit heb mogen doen. En geeft het ook een heel voldaan gevoel wat er allemaal gerealiseerd is in de afgelopen 10 jaar. Want de stad ligt er echt anders bij. Als je kijkt wat de waardering is voor de stad Dordrecht om te wonen. Ja, dan zijn we gigantisch gestegen. Welk cijfer zou jij de stad momenteel geven? Nou, daar kom ik toch wel uit op een 8, denk ik. Okay. Dus daar valt altijd nog wel wat te doen. En, dat is een hoog cijfer, hè? De zorgen zijn er ook. Vooral gevoed door deze crisis natuurlijk, hè? Want de binnenstad is ook onderdeel van mijn portefeuille. Naast toerisme en cultuur, nou ja, allemaal sectoren die het ontzettend moeilijk hebben. En vandaar dat ik heel blij ben dat de bouwactiviteiten in ieder geval doorlopen, want dat zal de stad uiteindelijk alleen maar ten goede komen. Meer kwaliteit, meer mensen die van de stad kunnen genieten. Piet, wij zijn aan het eind van dit gesprek gekomen. Ik moet toch wel zeggen, een openhartig gesprek. Ja. Ja. Ik hoor dingen die ik je nog niet eerder heb horen zeggen en die ik zelf nog niet wist. Maar ik ben blij dat je ze met mij deel en met de kijker. En daarmee met heel veel mensen. En daar met heel veel mensen. Ja. En ik denk wel dat als jij straks uit de politiek bent en mensen zien dit nog eens terug, dat ze denken, kijk, dat was Piet Sleking. Kun je het als afscheidsfilmpje gebruiken. Goed. Nou, hoef je het niet meer opnieuw te doen. Dan wachten we. Oké. Piet, dank voor het gesprek. Vraag we gaan nog geen handen schudden. Nee, dat mag helemaal niet. Nee, dat mag niet, helaas. Nee, was altijd dichterbij, denk ik. Ja, precies. En tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. Ja, en waarheen ons pad, of mijn pad, ons naartoe leidt, we wachten het af.